bank kijken bij Sigmax. Deze slippers die waren nu ook met 70%. Dit jurkje. Deze vind ik zo leuk. Het zijn crocs. Leuk als je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Deze weekvlog is een beetje een bij elkaar gevoegd zootje van vorige week en afgelopen week. Ik wilde namelijk van de week mijn beelden importeren van de vorige weekvlog. Alleen ik zie gewoon dat ik echt heel veel beelden kwijt ben, verwijderd heb. Ik heb echt geen idee. Mijn camera stond wel vol, dus ik heb heel veel dingen verwijderd. Maar ik denk dus ook wel de beelden van vorige week. Dus ik dacht, ik plak deze twee weken gewoon lekker aan elkaar. Het is dus een beetje een chaotisch bij elkaar geraapt zootje. Ik heb ook niet echt een intro voor deze weekvlog. Die is dus ook weg. Het begint namelijk op vrijdag. Dus ik dacht, ik film eventjes dit als intro. Vanaf volgende week wordt het wel weer gewoon normale weekvlogs. En wordt ook een hele leuke weekvlog. Want we gaan naar Awakenings. Echt super, super veel zin in. De wielerronde is. Dus het wordt een heel erg leuk weekje. Ik hoop dat jullie deze weekvlog ook alsnog leuk vinden. En een beetje plezier eruit halen. Er komen vanaf volgende week ook weer wat extra video's aan. Ik ga ook over 3 weken naar Ibiza. Dus er komen ook Ibiza vlogs aan. En koffer inpak video helemaal leuk. Dus blijf daar vooral voor geabonneerd op mijn kanaal. En dan wens ik jullie nu heel erg veel plezier met kijken naar deze chaotische 2-in-1 weekvlog. Kijk eens wat wij lekker te chaperen hebben. Het is vandaag zaterdag. En ik heb gisteren op het strand echt niet zo heel veel gefilmd volgens mij. Maar Biba en ik zijn daarna nog naar feestweek gegaan in Schavenzand. Dat was wel echt heel erg gezellig. Daarna hebben we nog bij iemand thuis gezeten. Dus we waren echt pas 3:30 thuis. 3:45. En het is nu... Wat is het? Het is 11:15 en dacht maar ik zijn er bijna. Het is in Alphen aan de Rijn. En we gaan voor een nieuwe bank kijken bij Sigmax. Echt super veel zin in. De bank die wij nu hebben, die hebben we toen via Marktplaats gekocht toen we hier kwamen wonen. Dus we zijn wel toe aan een nieuwe bank. En daar gaan we dus nu voor kijken. Dacht maar even lekker boeiendje gehaald, want ik sterf. Hallo jongens! Hallo! Heb je al verteld wat we gaan doen? Ja, dat we voor een nieuwe bank gaan kijken. Ja. Yes! Ja, heel veel zin in. Ik ga jullie meenemen. In ons proces naar een volwassen woonkamer. Echt hè? Dit is de bank. Maar ze hebben hier echt zoveel. Dus wij zijn eventjes lekker aan het oriënteren en aan het kijken. Ik weet niet waar dag nog is. Maar daar. Ze hebben hier echt veel hè? Niet normaal. Niet normaal. We hebben ook nog bossen meer. Kijk onze tafel. Wij zijn net bij Sigmax geweest. En we hebben een bank uitgekozen. Of althans, we hebben 2 opties. Maar we gaan voor de bovenste. Want die is en groter en goedkoper. Oh, politie. Oh, hij wordt aangehouden. Echt? Ja. Oh, dit is politie. Ja. Oh ja, omdat zijn busje open staat, ja, denk natuurlijk. Ik. Ja, natuurlijk. Dat mag niet. Is dat... Je bent een lul. Oh, wacht, daar is ook een ding. En sorry hoor, dat ik er tussendoor praat. Nee, geeft niet. We gaan eventjes 2 stofjes bestellen, zodat we kunnen kijken wat het mooiste staat bij de muur en bij het huis. En dan gaan we onze keuze maken welke kleur het wordt, want we weten wel welke bank het wordt. Ik ga even een neer verkopen. Ja, is de bank die wordt in de breedte wordt die 3 meter en dan de hoek wordt 1,70. Dus dat is iets groter dan de bank die we nu hebben. Echt super blij mee. Levertijd is wel wat langer, dus ik hoop dat dat nog iets ingekort kan worden. Maar dat gaan we allemaal bespreken als we het door gaan geven. We gaan eerst eventjes die stofjes bestellen. En dan kijken welke kleur het gaat worden. Dan gaan we ook nog kijken zo voor een nieuw kleed. En voor een nieuwe salontafel. Want dat is bij ons een dienblad om te grond. Omdat die dus ooit kapot is gegaan. Dus we krijgen een hele nieuwe woonkamer. Ik heb er echt super veel zin in. Nieuwe bank is toch wel weer iets groots in je huis. En de bank die we dus nu hebben, die hebben we toen een keertje... Volgens mij vertelde ik dit net ook al. Hebben ze echt voor een paar honderd euro hebben ergens op de kop getikt. Toen we net in dit huis kwamen wonen. Alleen, het is gewoon niet echt onze stijlbank. Maar het was gewoon meer van... We hebben een bank nodig. En nu, dit is wel echt een bank die we allebei echt heel mooi vinden. Ik heb gelijk helemaal zin om lekker voor kussentjes te kijken en dingen. Maar even die stofjes afwachten. Zodat we kunnen kijken welke kleur bank het wordt en wat er het mooiste bij gaat staan. Dus helemaal zin in. Het is vandaag dinsdag. Het is echt super lekker weer vandaag. Vandaag super lekker weer. Het is 27 graden. Alleen een beetje een half zonnetje, half hoekje. Ik ben vanmorgen al mijn oksels wezen laten lezen. Ik had de laatste afspraak. Dus als het goed is, ben ik nu... Helemaal klaar met lezen van mijn oksels. Dus dat is echt super chill. En ik heb zo meteen om 1 uur een afspraak bij de nagels. En ik zie dat mijn camera leeg is. Heel irritant. Ik moet om 1 uur nagels laten doen. Dit zijn ze nu. Met blauw. Ik denk dat ik iets met roze en groen wil ofzo. Mijn camera is weer opgeladen. Het is ook de volgende dag. Het is woensdag. Gisteren heb ik dus eigenlijk echt niks meer gefilmd volgens mij. Maar ik was eventjes met Piep naar het strand geweest. Daar dacht maar Roberta en Julia die zaten daar.
En daar zijn Piep en ik naar de film geweest, Zwanger en Co. Dat was echt een hele leuke film. En dus woensdag. Ik ben vanmorgen geweest sporten en naar de zonnebank geweest, bedacht maar. En ik ben nu bij mijn vader thuis om pakketjes in te pakken voor Fiore. En ik dacht, misschien is dat wel leuk om aan jullie te laten zien hoe ik dat doe en zo. Nou, ik heb net alle pakbonnen uitgeprint met de printer. Ik ga nu eventjes de verzendlabels uitprinten. En wat ik dan doe is, ik heb hier nu wat dingetjes liggen. Ik pak de pakbon uit, de pakbon. Dan leg ik het item erop dat degene besteld heeft. Daarna doe ik het item mooi in het zakje, zodat het helemaal goed zit. Dan pak ik het in deze zakken. Deze zijn ook helemaal gerecycled, net zoals alle producten. En dan verstuur ik ze. Eigenlijk alles wat mensen bestellen, is als je het vandaag bestelt, is het de volgende dag sowieso verzonden. Soms nog wel zelfs dezelfde dag. Want hier zitten ook heel veel dingen tussen dat een uur geleden besteld is. Dus dat verzend ik dan ook gewoon gelijk. En hier overal een stickertje op van Fiora. Even het papier vervangen door verzendlabels, zodat ik dat kan uitprinten. Dus dat ga ik nu allemaal inpakken. De printer is een beetje bezig. Het is vandaag donderdag en ik ga vandaag iets best wel leuks doen. Of althans, ik ben er echt al lang niet geweest. Maar ik ga vandaag met Dagmar en Zoe naar de parade toe. Dat heb je hier in Den Haag, dat heb je in Utrecht heb je dat ook. Volgens mij heb je het in Amsterdam ook. Maar in Den Haag heb je dus ook de parade. En dan gaan we vanavond even kijken. Vaak heb je er gewoon silent disco, eetkraampjes, muziek en zo. Dus dat is wel heel erg gezellig. Alleen Zoe moet werken tot 7:30, dus we gaan daarna pas. Maar ik heb net iets binnengekregen. En ik denk dat echt superveel van jullie dit heel erg lelijk gaan vinden. Maar ik ben er zo blij mee. Ik zei al op Sakintos tegen Dagmar dat ik dit heel graag wilde hebben. En nu heb ik het gekocht. En ze zijn binnengekomen. Het zijn Crocs. Kijk. Ik heb een beetje een groenig kleurtje. Ik gekocht dezelfde kleur als mijn broek. Die heb ik trouwens ook nieuw. Die is van de Zara. Die had ik van de week daar gekocht. Hij wordt wel echt heel snel lelijk. Ik heb hem nu letterlijk, nou, wat is het? 3 uurtjes aan of zo. En hij begint al helemaal te pillen en te doen. Maar ja, ik vind het wel leuk. Ook dit shirtje is van Zara. Maar kijk nou hoe leuk. Ja, ik vind het echt een enig kleurtje. Op camera lijkt hij iets lichter. In het echt is het wel iets donkerder. Maar dit zit gewoon echt heerlijk. En dit gaat lekker mee naar Ibiza als we daar naartoe gaan met die meiden. We gaan precies over een maand. Ik denk dat echt niemand naast me wil lopen met deze Crocs aan. Maar weet je, ik vind het leuk. Het zijn oerlelijk die dingen, maar het zit gewoon echt heel erg lekker. Dus kijk, het lijkt net wel Pino. Zelfde kleur als mijn broek. Oh, heel erg leuk. Dit is dus die broek. Ook heel erg leuk. Hij zat echt eerst heel strak, maar hij is nu alweer uitgelopen. Leuk boekje. Maar goed, we gaan dus vanavond vanmiddag naar de parade. Ik weet niet hoe laat Dagmar thuis is. Die moest de auto naar de maker brengen. Zo, maar.
Het is vandaag vrijdag en wij zijn gisteren naar de parade geweest. Dat was echt heel erg leuk. En vanmorgen was ik gaan sporten en toen kreeg ik dus een melding in mijn mail van de Bijenkorf dat er nu 70% korting is. En deze schoenen die stonden, of zijn schoenen. Wil je wel pakken? Ja, ik knip het er wel uit. Oh, die heb ik in de was gedaan. Hij ligt wel nog bovenop, als je wilt. Maar deze schoenen, slippers, die stonden al een tijdje in mijn favorieten. Maar ik vond ze gewoon echt veel te duur om te kopen. En toen 2 jaar geleden, toen was er ook sale bij de Bijenkorf. En toen had ik dus een paar Isabel Marant-laars van die cowboylaars. En die waren toen ook met 70%. En die heb ik toen niet gekocht. Daar heb ik echt nog steeds heel veel spijt van. Dat ik die toen niet heb gekocht. Dus ik zag toen deze slippers en die waren nu ook met 70%. En toen dacht ik, ja, ze hebben mijn maat. Was het laatste paar in Den Haag. Dus ik heb ze gekocht. Ik ga ze ook gelijk aantrekken vandaag. Ik zal ze even laten zien. Kijk. Je moet ervan houden. Ik weet niet dat iedereen het heel erg leuk vindt, maar ik vind het heel erg leuk. Dus daar gaat het om. Helemaal leuk. En ik heb ze al in het blauw. Deze, ja, wel anders. Deze, en deze heb ik echt moeten inlopen. Maar dit is dus anders spul. Dus ik denk dat dit wat minder pijn doet. En anders heb ik het inlopen er ook over. Haha. Ze waren nu dus met 70%. Dus dat scheelt wel echt heel erg veel. Dus die ga ik vandaag lekker aantrekken. En kijk. Dit is toch leuk. Helemaal blij mee. Maar wij gaan vanavond met alle meiden gaan we uit. Gaan we naar Vibes. Dat is bij Scheveningen op het strand. Super gezellig. En dan gaan we hier van tevoren eventjes met z'n allen wat drinken. Maar ik ga eerst, heb ik met Zoe afgesproken, gaan we naar de stad. Biba gaat ook gezellig mee. Ja, dat weet ik niet. Nou, net zei ze wel. Biba gaat misschien mee. Ik ga nu eerst eventjes naar mijn vader pakketjes inpakken. En Biba even thuis afzetten. En dan heb ik rond 3 uur zo hier. En dan gaan we naar de stad. Goed verhaal. Wij hebben net lekker pizza gegeten van Burrata. En we hebben ons nu omgekleed om uit te gaan. Die meiden komen zo meteen hierheen. Gaan we even met z'n allen een drankje drinken. En dan gaan we lekker uit. Nog steeds zo blij met mijn schoenen. Dit is wat ik aan heb. Ik heb dit topje net nieuw gekocht bij de Zara. Echt mijn nieuwe lievelingskleur. Ik dacht leuk met deze broek van de Stradivarius. Want het thema is dus kleurrijk. Je moet dus in kleur komen. En dan crocs eronder. Ik denk dat echt mensen denken, Fleur, doe even normaal. Maar ik vind dit echt heel leuk. Ik vind het wel grappig. En ik denk dan mijn groene tas erbij. Dan heb ik 3 kleuren groen. Ja, of gewoon mijn zwarte tas. Ik wilde eigenlijk mijn witte, maar die verkeer mee naar Parijs. Ja, ik denk dat dit het wordt. Ik vind het wel leuk. Ik denk dat mensen echt me daar gaan aankijken van doe even normaal alsjeblieft. En is dit een grap? Het is een klein beetje een grap, maar eigenlijk vind ik het ook wel gewoon heel erg leuk. En ja, als ik het leuk vind, gewoon scheid, toch? Ja. Zijn er ook? Heel leuk. Gekocht vandaag, heel leuk. Het is vandaag maandag en echt deze week ben ik zo slecht weer aan te filmen, maar gewoon... Het is zo lekker weer buiten, dus we zijn eigenlijk echt alleen maar leuke dingen aan het doen met die meiden. Waardoor ik gewoon mijn telefoon er, of mijn camera er niet bij pak. Wat super stom is, want we doen juist heel veel leuke dingen om eigenlijk te kunnen laten zien. Ik ga vanaf morgen denk ik gewoon een nieuwe weekvlog starten. Gewoon weer vanaf begin tot eind helemaal goed doen. Deze weekvlog is dus een beetje, misschien niet zo leuk. Sorry daarvoor. Er komen weer allemaal leuke dingetjes aan. En ik heb dus een pakketje gekregen van... Look fantastic. Dus ik dacht, die ga ik even aan jullie laten zien. Ik heb ook weer voor jullie een kortingscode. Die ga ik zo meteen ook even erbij pakken. Maar ik dacht, ik ga eerst even alles aan jullie laten zien. Wat ik weer bij Look fantastic heb uitgekozen. Dit is wat er allemaal in de doos zit. Wat ik van Look fantastic heb gekregen. Ik ga het even allemaal laten zien. Even kijken. Als allereerst heb ik weer nieuwe... Olaplex uitgezocht, nummer 4 en nummer 5. 2 grote verpakkingen. Want daar wassen we ons haar mee. En shampoo gaat er altijd gewoon snel doorheen. Dus ik dacht, ik doe eventjes een reserve dingetje. Nummer 4 en nummer 5, die gebruik ik dus eigenlijk iedere dag. En wij gaan dus over precies een maand gaan we op vakantie. En ik zag dat ze dus ook minis hadden. Dus ik dacht, dat is misschien wel handig om dat mee te nemen op vakantie. Want dat scheelt ook weer als je die grote flessen meeneemt qua gewicht en zo.
Dus die heb ik ook in het klein, de 4 en de 5. Shampoo en de conditioner. Ik gebruik eigenlijk ook altijd van Olaplex nummer 0 en 3. Die heb ik vorige keer aan jullie laten zien bij de Look Fantastic unboxing. En nummer 8 gebruik ik ook, het masker. Nu eventjes een nieuw voorraadje hiervan. Dan heb ik mijn lievelingsparfum opnieuw uitgekozen. Want de mijne was ook alweer bijna op. Deze gaat er zo snel doorheen, maar ik vind deze zo lekker. Dit is Libre van Yves Saint Laurent. Maar is dit de 30 ml? Deze is de kleinere, ja. Oké, ik heb de iets kleinere uitgekozen. Dit is de iets grotere. Die is bijna op, zoals je kunt zien. Dit is al mijn derde flesje. Ik vind hem zo, zo lekker. Maar ook weer een kleintje. Ik dacht, dat is ook wel weer handig met meenemen op vakantie. Deze ruikt echt heel erg lekker. Dit is echt mijn lievelings. Heerlijk. Dus dat is die. Dan heb ik nog eventjes een nieuwe zonnebrandolie factor 20 uitgekozen voor vakantie. Want die andere die we hebben, die is met factor 30. Maar ik dacht toen ook eentje met factor 20. Want we hebben ook de Haarlemmer Bruin, maar daar zit natuurlijk helemaal geen factor in. Dus ik dacht iets met een factor is wel handig. Dan, ook voor op vakantie alvast, deze mini micellair water van Garnier. Ik dacht dat is wel handig om daar ook een minietje van mee te nemen. Dan heb je ook niet zo'n grote fles in je toilettas zitten. Dan heb ik twee dingen uitgekozen die ik al heb. Alleen dan in een kleurtje donkerder. Want nu door vakantie word ik gewoon wat bruiner. Dus dan kloppen de foundation en concealer kleuren niet meer helemaal. Dus ik heb nu de Face & Body Foundation die ik eigenlijk altijd heb in een C3. Oh, heb ik nu in een C4. Ik hoop dat die qua kleur goed is. Ik denk het wel. Een beetje lichter. Die dus. Deze gebruik ik altijd in de winter of weet ik veel in de C3. En die vind ik echt heel erg fijn omdat hij niet zo dekkend is. Lijkt meer een beetje op een soort BB cream of zo. Maar dat vind ik dus wel mooi. Dus die heb ik uitgekozen. En mijn concealer. De Studio Fix 24 Hour Smooth Concealer. Normaal heb ik die in de NC25. En ik heb een NC30 gekozen. Ik denk dat dat ietsjes beter is voor nu. Voor onder de ogen. Even twee nieuwe kleurtjes. Dan had Zoe toen bij Look Fantastic dit uitgekozen. Dus ze zei, volgende keer moet je dit echt kiezen. Dus ja, ik dacht, ik kies het. Het is de Hydrating Face Cream van Bobbi Brown. Maar volgens mij heb ik dus de... Of is het wel dezelfde? Ik weet niet, volgens mij heeft Zoe de gele. Maar volgens mij was dat een basis voor je gezichtsmake-up, zeg maar. En dit is gewoon een dagcreme. Dus ik dacht, ik ga voor de dagcreme. Omdat ik nu in de zomer dat toch niet zo heel veel... Foundation is zo traag. Of was mijn gezicht. Heel lekker. Ruikt hij ook. Dus nou, deze. Die ga ik uitproberen als mijn eigen dagcreme op is verder. Dus deze ga ik eventjes als reserve bewaren. Dan van MAC. Een nieuwe lip liner in de kleur Dare Fish, volgens mij. Ja, kijk. Ook die kleur Sore natuurlijk, maar ik vind die... Bij mij niet zo heel erg mooi staan. Terwijl ik bij anderen altijd heel erg mooi vind. Maar ik vind bij mij deze iets beter kleuren. Dus iets meer roze. En er zitten er nog twee dingetjes in. Maar, oh ja, deze. De Elizabeth Arden 8 Hour Cream. Dat is zo'n lippenbalsem. Die zul je ook altijd. Maar je hebt er dus grote tubetjes van. Maar ik zag dus dat ze op de site ook zo'n kleintje hadden. Dus ik dacht dat is wel handig gewoon voor in je tas. Anders loop je met zo'n grote tube. Dus dat is deze. Hier zijn echt heel veel mensen altijd heel erg blij mee. En heb ik er nog twee dingetjes bij gekregen. Van Bobbi Brown, omdat ik dit had besteld. Ik weet niet wat het is eigenlijk. Een oogschaduwtje, denk ik. En dit is hetzelfde. Twee keer hetzelfde. Ook hetzelfde kleurtje volgens mij. Er zit geen kleur. Ja. Handig. Dus dit is alles wat ik bij... Look Fantastic heb gekozen. Ik zal wel eventjes de kortingscode in beeld zetten. Maar volgens mij is het Fleur LF. En dan krijg je dus 20% korting bij je aankoop van Look Fantastic. Dus als je nog wat moet hebben. Ze hebben er echt super veel. Ze hebben echt allerlei merken. Verschillende soorten shampoos. Parfums. Allemaal lekker met korting. Zonnebrand voor vakantie. MAC make-up. NARS make-up. Je hebt er echt super veel make-up. En ook heel veel Olaplex. Dus... ik zal linkjes hiervan wel eventjes in de beschrijving zetten. Dat jullie het snel kunnen shoppen.
Het is vandaag dinsdag 19 juli, volgens mij. Als ik het goed heb. Het is vandaag echt bloedheet in Nederland. Het wordt echt 36 graden. Dus wij gaan lekker naar het strand toe. Het is nu 10:15. We hebben rond 10:30 met die meiden afgesproken bij Zwarte Pad. En dan gaan we gewoon daar lekker heel dag liggen. Ik heb lekker bikinietje aangetrokken. Dit shirtje is van de Zara. Broekje van de Pull & Bear. En dan heb ik deze Fiora bikini erbij aan. Met dat, dit broekje. En gewoon lekker mijn slippertjes. Gewoon lekker makkelijk. Een beetje luchtig ook. Ik heb de tas al gepakt met spulletjes. En dan gaan we lekker op de scooter naar het strand. Ik heb echt heel veel zin in. Een paar pikketjes hoor. Het is vandaag donderdag. Hi. We are at the Bayou Studio. Look what's here. We gaan vandaag eventjes op... Wat gaan we maken? Reels of TikToks? Of van alles? Wat? Kijk, ik heb dit jurkje aan. Deze bikini. De tellijn zit precies goed. Is mooi. Stop. Zo, je heeft hetzelfde kleurtje aan. En ook iets linnen, maar dan een andere versie. Met die bril. Ja, heel leuk. Oké, nou. Let's go. Het eerste deel van de TikTok opgenomen. We hebben nu een avondoutfit aan. Dit jurkje. Kijk. Deze zwarte. In een XS is dit. Zo heeft de groene aan. Heel mooi die kleur met je haar. Thank you. Wat heb jij aan, Rosa? Dit is ook jouw avondoutfit. Ik Ik ben weer thuis. Even lekker met Zoe geluncht. Vandaag geluncht, laat lunch. Bij de Harbor, want dat zit boven bij die Bayou-ding. Rosa is er ook. Die heb ik mee teruggenomen. Het is nu 4:00. Want wij gaan om 6:00 lekker uit eten samen bij de Old Jazz. Echt super veel zin in. Hey! Wat zit dan? Zo lekker, zo'n stressbal. Oh, even wat leuke dingetje meegekregen, ga ik je laten zien. Deze vind ik zo leuk, van die nieuwe collectie. Ja. Het roze broekje, maar het is dus badstof. Didn't know that, but I like that a lot. Dit topje erbij. Triangle topje. Oh, lekker voor ASMR video. Yeah. Dat moeten we ook echt een keer op nog. Dan dit broekje met een bloemetje. Bloemetje vind ik ook echt heel erg leuk. Deze. Met dit topje erbij. Deze heb ik echt weer opnieuw ontdekt. Deze vind ik echt weer heel leuk. Dit topje. En een lekker joggy setje. Lekker broekje. En een lekker hoedietje. Lekker om in te vliegen ook. We gaan nu nog even thuis chillen. En er ligt hier een dode mot op tafel. En dan gaan we lekker uit eten. Woehoe. Lekker ons eten gekregen. Lekker steektaartje. Zas. Frisje. We zitten trouwens bij de lekker frisje.